Ik ben van Enschede ooit. Olaf, hoe ben je nou eigenlijk op het idee gekomen om deze steen te maken? Nou, het is voor zorgen dat hij hier... Ik beheer al meer dan 10 jaar het archief van de familie van Eerk. Ik heb honderden brieven gelezen, honderden krantenknipsels. En ik dacht, die man, waarom is hij niet nergens in beeld? Die man is zo belangrijk geweest voor Enschede. En voor Twente, misschien wel belangrijker in zijn regio, misschien wel belangrijker dan Stork. Die heeft zoveel gedaan en zoveel goeds gedaan. En er staat niks van in de krant of niks van op de website, nergens of nergens niet. Vandaar heb ik gedacht, ik ga iets doen buiten de familie om in eerste instantie. Ik wil een steen hebben, wat in zijn eigen huis, waar hij geboren is en waar hij ook overleden is, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is gelukt. Door allerlei initiatiefnemers die mee geld hebben gegeven daarvoor. Hoe lang ben je daarmee bezig? Anderhalf jaar, ja. En ging dat makkelijker? Hoe ging het deze keer? Het is een moeilijk betaald pand. Het is bij de gemeente Enschede. Je kreeg het natuurlijk niet zo van elkaar. Dus je moet eerst wel even een foto aandragen hoe het eruit kan te zien. En waar je wil hebben. Dus het is de gemeente Enschede. Ja, wij staan erachter en wij dragen zelf bij aan de subsidie. Oké. Dus, ja. En je hebt je dus nou ook helemaal verdiept in de geschiedenis van Gerrit-Jan van Heek? Ik ken zijn handschrift natuurlijk ook. Ja, hij heeft zo ongelooflijk veel brieven geschreven. Ja, die man heeft zoveel goeds gedaan voor deze stad en voor deze streek. En die heeft zo druk een baan gehad. Een fabriek met 2700 man personeel in 1910. De grootste fabriek van Nederland, hè? Kun je je voorstellen? De grootste fabriek van Nederland. Natuur rondom Enschede heeft hij zich bemoeid. Met het zwembad in Enschede heeft hij zich ook bemoeid. Eerst het openbare zwembad. Het Geveningpark, wat hij verkocht heeft, de grond voor het tijd. Het Vallerspark, wat hij zelf in heeft laten richten door hem toedoen. Ja, er zijn zoveel dingen. Maar kan jij je ook voorstellen dat er ook wel mensen zijn die er anders over denken? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Mijn opa heeft ook in het textiel gewerkt. Ja. Ook Ben van Eerk. En mijn opa heeft nooit een negatief woord verteld over Van Eerk. Nooit niet. Gek is dat. Dat vind ik ook merkwaardig, dat je dat heel weinig hoort van de mensen die er eigenlijk in gewerkt hebben. Maar van de mensen van een andere generatie, die kijken daarop terug. Die inderdaad vrij negatief zijn. Je ziet televisieprogramma's over nou, dat het slavenarbeid was bijna. En dat het zware omstandigheden waren, zware omstandigheden. Tuurlijk. Maar dat was ook het tijdsbeeld. Ik heb een bandopname gevonden van 1959. Die man was 40 jaar in dienst. Nee, van Eerk. Anderhalf uur duurde bandopname. Alleen maar lof. Alleen maar lof. Tuurlijk moest er hard gewerkt worden, maar dat is nu nog zo. Ik heb ook 60 uur gewerkt meer. Ja, hoe komt het dat die mensen daar zo over praten dan? Nou, ik denk dat het gevoel is, de fabriek was in één keer dicht in de crisisjaren. Ik heb er nog gesloten. 2.500 man stonden op straat. Ja, met gezinnen allemaal. Dus dan kwam eruit. De helft van Enschede was toen werkloos. Ja. Dat die andere fabrieken allemaal dicht gingen. Ja, dan kreeg je dat door. Hè. Maar ik heb over hem nog een negatief woord gehad. Hij zou 1950 overleren. De naam wat er daarna gebeurt, weet ik niet. En hoe heb je deze dag nou ervaren? Je bent anderhalf jaar ben je ermee bezig geweest om dit allemaal te realiseren. En dat heb je heel erg goed gedaan. Nou, en komt het vandaag in één keer allemaal samen? Hoe ervaar je dat? Ja, het was wel ik had er wel veel moeite mee om vandaag alles te gaan doen, maar ik was wel een beetje zenuwachtig. Toch, of het allemaal goed gaat, ja of niet. Dus het was gelukkig allemaal goed gegaan. Ik ben geen praten, ik ben wel vertegenwoordiger, maar ik ben geen praten voor 65 man die voor je staan, zeg maar. Dus daar ben ik op zich niet. Dus daar heb ik een beetje moeite mee. Ja. Het is allemaal goed gegaan, gelukkig. In welke hoedanigheid heb jij dit bedacht? Vanuit je werk? Nee, eigenlijk, ik ben altijd geïnteresseerd in geschiedenis. En, ik heb Frits Philips heel erg gevolgd in Eindhoven. Die man, wat hij deed in die periode was zo succesvol. Ik heb ooit een keer een brief geschreven en heeft hij antwoord opgegeven met een boek erbij van hem. Een soort verhaal. En toen kwam ik bij de stichting te werken, bij de stichting Mina van Eer. Ja, oké. Okay. Als vrijwilliger. En dan kom je allerlei brieven lezen en krantenberichten. En ik denk, hey, Gerrit-Jan van Eer, die naam zegt me eigenlijk helemaal niks. Dan lees je allerlei dingen. En daardoor dacht ik dat die man heeft zoveel betekenis voor de stad. Ja. Moet hij scoren. Ja. Maar het is er nu gelukkig. Gelukkig, ja. Ja. En dan precies op de juiste plek. Ja. Geboortehuis. Ja. Ja. Mag ik je hartstikke bedanken. Ook bedankt. Wat is scoren?